For liquid foods and beverages, carton is one of the most sustainable packaging choices, and it is fully recyclable. How? Let's find out. When you throw out a beverage carton, most often it is collected via PMD, or in some cases separated from residual waste, and then sent to a fiber recycling plant. Here, the paper is separated from the other materials by soaking the carton in water. The resulting paper pulp is cleaned and dried, and then pressed into high-quality fibers, from which new recycled paper products can be created. The remaining material from the beverage carton is a mix of polymers and aluminum. This poly-al mix is sent to an innovative recycling facility. Let's take a look on location in Roosendaal at Recon Polymers. Ja, wij krijgen balen binnen afkomstig van de kartonnen drankverpakkingen. Die bestaan uit polyaluminium en dat zijn kunststoflaagjes, aluminium en de doppen van de drankverpakkingen. Wij scheiden alle diverse kunststoffen en het aluminium van elkaar. Vervolgens worden al die stromen onafhankelijk van elkaar opnieuw omgezet tot nieuwe grondstof wat hertengebruikt is voor nieuwe producten. De harde plastics die vrijkomen bij ons, dat zijn de doppen en de kragen afkomstig van de drankverpakkingen. Met daarbij een lichte toevoeging nog van blikjes en eventueel petflesjes die ook in het restafval bij ons binnenkomen. Nou, dat scheiden wij volledig en dat wordt vervolgens weer klaargemaakt voor te kunnen gebruiken in volgende producties. Het is een zeer efficiënt proces. Ten eerste hebben we een zeer beperkt energieverbruik in heel het proces. En daarbij hebben we eigenlijk geen restafval, waardoor echt alles wat binnenkomt compleet verwerkt wordt tot nieuwe grondstof. Verder het enige wat vrijkomt in ons productieproces is waterdamp. Nou, de korrels die vrijkomen, die gaan vervolgens naar productiebedrijven die dat weer toepassen om nieuwe kunststofproducten mee te maken. Breed toepasbare producten en het liefst circulair natuurlijk. Wat er nu van gemaakt wordt zijn bijvoorbeeld vogelvoeders, stoelkuipen, onderdelen van machines. Momenteel ook toiletborstel en toiletborstelhouders. Ja, enorm trots. Enorm trots. In eerste instantie was dat natuurlijk een theoretische oplossing. Dat je ziet dat het echt werkt, dat echt een drankverpakking 100% recyclebaar is. Dan mogen we daar denk ik heel trots op zijn.